Lieve allemaal, deze video heb ik van tevoren opgenomen. En op het moment dat jullie deze video van mij krijgen, heb ik keihard jullie hulp nodig. Neem alsjeblieft even de tijd om hiernaar te kijken en help me alsjeblieft om deze video te verspreiden via de social media. Je mag hem ook doorsturen naar welke krant dan ook, welke tv-zender dan ook. Maar help mij alsjeblieft om mijn kleindochter veilig te houden. Mijn kleindochter Lily May is 3 jaartjes oud. En op het moment dat ik deze video naar jullie toestuur, heeft de rechtbank Midden-Nederland onder leiding van Ellen van Kalveen besloten om mijn kleindochter uit huis te laten plaatsen. Niet omdat ze verwaarloosd, misbruikt of mishandeld wordt. Niet omdat haar ontwikkeling in gevaar is, maar omdat haar mama niet meewerkt aan de omgang met de man die haar emotioneel en psychisch mishandeld heeft en verkracht en verwurgd heeft. Mijn kleindochter is niet uit liefde ontstaan. Mijn dochter koos voor leven en met die keuze wist ze dat de hel zou losbarsten over haar. Want deze man heeft beloofd, toen mijn dochter 4 maanden zwanger was en de relatie verbrak, nooit samen gewoond, alleen in het weekend zagen ze elkaar. Hij heeft haar toen beloofd dat hij er alles aan zou doen om mijn dochter kapot te maken. Hij zou krijgen kost wat hij wilde en als het moest over de rug van het kind heen. Mijn dochter was toen 4 maanden zwanger. Haar zwangerschap heeft ze op de bank moeten doorbrengen. Vanaf 4 maanden met harde buiken, stress, stalking. Hij stond soms 's avonds laat, vaak voor de deur, om zijn aanwezigheid kenbaar te maken. En ook naar mij heeft hij de belofte gedaan dat hij mij ook kapot zou maken. Ons allemaal eigenlijk. En mijn kleindochter daarvoor zou inzetten. Toen mijn kleindochter een aantal maanden oud was, is de juridische stalking begonnen. Mijn dochter heeft dwangsommen gekregen. Hij kwam alleen voor de deur om zijn recht te halen als hij een dwangsom te vergeven had. Met groot macht vertoon, meerdere auto's, meerdere mensen. We hebben de beschermd, we hebben de veilig gehouden. En als de 10 dwangsommen op waren om te vergeven, dan zagen we hem niet meer. Tot 2 keer toe heeft mijn dochter 10 dwangsommen gekregen. En tot 10, en ook die 2e keer. 10 keer kwam hij keurig aan de deur om zijn recht te halen. Want zo noemde hij dat. Met groot vertoon, met meerdere mensen. Mijn kleindochter was toen 1 paar maanden oud. We hebben niet meegewerkt, we hebben de veilig gehouden. Mijn dochter heeft gedaan wat ze hoorde te doen, hè, wat van haar verwacht wordt. Zij is verplicht om haar dochter te beschermen. En dat heeft ze gedaan. En wat gebeurt er dan in Nederland? Daar word je keihard voor afgestraft. Ondanks dat er internationale verdragen en afspraken zijn om vrouwen te beschermen als het gaat om huiselijk geweld. En denk dan aan VN-vrouwenverdragen, aan het verdrag van Istanbul, geratificeerd in 2015 door Nederland. Het heeft allemaal geen zin, want ze lappen het aan de laars. Het verdrag van Istanbul is een vortje papier. Want niemand van de rechtbank, familierecht, vindt dat ze zich daaraan moeten houden. Mijn kleindochter dreigt dus uit huis geplaatst te worden. Tenzij we dit met z'n allen gaan voorkomen. Door aan de kaak te stellen hoe ziek dit systeem in Nederland is en hoe kinderen van 3 jaar oud, die gezond zijn, die gelukkig zijn, die niet bedreigd zijn in een ontwikkeling, uit huis gerukt, getraumatiseerd voor de rest van hun leven mogen worden, compleet onthecht mogen worden, om een moeder te dwingen tot omgang. Want foei, moeder heeft niet meegewerkt, moeder was stout, dus we straffen het kind. Tijdens het morele overleg bij SAFE Midden-Nederland hebben de orthopedagogen van SAFE geconcludeerd dat mijn kleindochter dermate trauma en onthechting zou oplopen dat waarschijnlijk heel lang
in jaren, denk je dan, hulp en begeleiding nodig zou hebben. Dus het werkt zo. Je hebt een kindje wat veilig is, wat gelukkig, wat gezond is, wat zich goed ontwikkelt, wat geliefd is, wat niet mishandeld, verwaarloosd of misbruikt wordt. Maar toch mag je die institutioneel mishandelen en traumatiseren voor de rest van haar leven, omdat de moeder niet kan meewerken aan omgang met de man die haar getraumatiseerd en verkracht heeft. Snapt u het? Ik niet. Rechters doen geen waarheidsvinding. De Raad voor de Kinderbescherming doet geen waarheidsvinding. En CEF al helemaal niet. Die dreigen alleen. En liegen en verdraaien rapporten. Daar zijn ze heel goed in. Toen mijn kleindochter 1,5 jaar oud was, kregen we te maken met Jamila Adoui, de gezinsvoogd die nu de uithuisplaatsing heeft aangevraagd, om moeder te dwingen tot omgang. Onder het mom van, er is geen zicht op moeder en kind. Die zei toen tegen mijn 1,5 jaar oude kleindochter, heb jij een vriendinnetje, Lily, mee? Ja, zei mijn dochter, zij heeft een vriendinnetje. Nou, dan hoop ik maar, Lily, mee, dat je thuis mag blijven wonen. Want dan kan je nog spelen, hè, met je vriendinnetje. Pedagogisch verantwoord, Zeef. Bij een kindje van 1,5 jaar. Opgenomen, op tape. Bewijsmateriaal daarvoor. En dat kan en dat mag. En weet je waarom? Er is een zeer perverse prikkel hier aan de gang, dat is geld. 2 jaar lang OTS en mijn kleindochter heeft de gemeenschap al bijna 20.000 euro gekost. En nogmaals, niet omdat ze mishandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt, maar omdat haar moeder niet kan meewerken aan omgang met de man die haar verkracht heeft. En emotioneel en psychisch mishandeld heeft. Als mijn kleindochter uit huis geplaatst zou gaan worden, dan kost dit de gemeenschap en de gemeente Utrecht, die ik ook hierbij verantwoordelijk stel voor het reilen en zeilen van Zeef, bijna 70.000 euro of 80.000 euro. Bovenop 20 van de OTS en 7.000 euro aan raadsonderzoeken. Reken maar uit. En daar betaal ik indirect aan mee, aan de beschadiging en het traumatiseren van mijn eigen kleinkind. Terwijl de gemeenteraad van Utrecht op de hoogte was over de wantoestanden bij Zeef Midden-Nederland. Ze hebben prachtige beloftes gedaan, maar tot nu toe is niets waargemaakt. En bij deze spreek ik ook direct de gemeente Utrecht aan, de gemeenteraadsleden, de wethouder van jeugdzorg en de burgemeester van Utrecht. U bent verantwoordelijk, u bent mede verantwoordelijk voor het traumatiseren en beschadigen van mijn kleinkind. Maar ik hou haar veilig. Ze is bij mij, bij haar oma, en ze is veilig en dan blijft ze veilig. Want ik sta niet toe dat mijn kleindochter levenslang trauma oploopt, omdat Zeef vindt, en blijkbaar dus de rechters met haar, dat moeder gedwongen moet worden op haar knieën tot omgang. Gaat niet gebeuren. En tegen mevrouw van Kalveen heb ik maar 1 ding om te zeggen. U heeft bloed aan uw handen. U bent mede schuldig aan institutionele kindermishandeling. U bent op de hoogte van de wetenschap. U bent ervan door ons op de hoogte gebracht, door de CSMS-groep. Hoe traumatisch en hoe schadelijk het zou zijn voor mijn kleindochter. Zelfs de Raad voor de Kinderbescherming heeft moeten concluderen dat mijn kleindochter onoverkomelijk getraumatiseerd zal raken. Maar dat heeft u blijkbaar niet weerhouden. Want u weet het beter, want u bent een jurist, een rechter. En u weet het beter dan een orthopedagoog, u weet het beter dan een kinderarts. U weet het beter dan de huisarts van mijn kleindochter, die heeft gezegd hoe groot haar trauma en schade zal zijn. En hoe onvoorstelbaar het is dat we überhaupt hier nu in deze situatie zitten. Want mijn dochter, mevrouw van Kalveen, had beschermd moeten worden. U weet van het verdrag van Istanbul af, daar bent u van op de hoogte. U weet
van de VN-vrouwenverdragen. U weet dat vrouwen beschermd moeten worden en hun kinderen in huiselijk geweldsituaties. En u heeft dat terzijde geschoven. U heeft zelfs aangezeten aan de beschermtafel over dit onderwerp jaren geleden. Daar heeft u in ieder geval weinig van opgestoken. Dat is een ding wat duidelijk is. Nogmaals, alsjeblieft help mij mijn kleindochter veilig te houden. Deel dit zoveel mogelijk met wie je maar kan en wil delen. En er zullen mensen zijn die een mening hierover hebben, over het wel of niet meewerken aan omgang. Dat is een goed recht. Net zoals het ons goed recht is om deze kleine meid veilig te houden. En daar doen we geen concessies in. Dus alsjeblieft, help mij. Alsjeblieft, help mij mijn kleinkind veilig te houden. Dank jullie wel. Goedemorgen, dit is... Vandaag is het zondag. Straks om 1 uur komen medewerkers van Veilig Thuis met de beschikking van de rechtbank mijn kleindochter uit huis trekken. En we mogen vooral geen vragen stellen. We mogen hun vooral niet al te moeilijk maken. En we mogen vooral geen kritiek hebben. En we moeten vooral zeggen dat het goed is wat er gaat gedaan worden. En dat het in haar belang is. Het is in haar belang volgens Veilig Thuis, omdat de rechtbank dat zegt. En de rechtbank weet het natuurlijk altijd. Want de rechtbank zit vol psychologen, kinderpsychiaters en orthopedagogen. En die weten het zo goed. Mijn kleindochter wordt straks uit huis geplaatst. En nogmaals, niet omdat ze verwaarloosd wordt. Niet omdat ze misbruikt wordt. Niet omdat ze mishandeld wordt. Niet omdat haar leven in gevaar is. Niet omdat er acute bedreigingen voor haar ontwikkelingen zijn. Niet omdat ze niet gedragen in liefde wordt. Door haar mama, haar oma, haar opa, haar tantes. Haar vriendjes, haar vriendinnetjes. Maar omdat moeder niet meewerkt aan omgang. En niet mee kan werken aan omgang. Mijn dochter... De mama van Lily May is op dit moment zodanig getraumatiseerd door jeugdzorg. En door haar ex-partner, de biologische vader van mijn kleindochter. Dat ze naar het ziekenhuis moet voor shockverschijnselen en traumaverschijnselen. Want dit is wat jeugdzorg doet. De huisarts van mijn kleindochter en dochter heeft een officiële melding van kindermishandeling gemaakt bij Veilig Thuis, tegen Veilig Thuis. En vandaag zal zij nog een keer een melding van kindermishandeling maken bij Veilig Thuis, tegen Veilig Thuis. Een uithuisplaatsing is kindermishandeling. Institutionele kindermishandeling. Er is op geen enkele manier aan de voorwaarden voldoen en de richtlijnen van een uithuisplaatsing. Dit is een uithuisplaatsing om een moeder te dwingen en op haar knieën te krijgen. De biologische vader is doorgegaan met stalking en dit heeft hij op zijn geweten. Het trauma wat straks gaat gebeuren bij mijn kleinkind heeft hij op zijn geweten. Heeft Veilig Thuis safe op zijn geweten, heeft de rechtbank Midden-Nederland onder leiding van Ellen van Kalveen op zijn geweten. Nergens is aan waarheidsvinding gedaan. Nergens. Mijn kleinkind heeft het recht om thuis te wonen. Mijn kleinkind wordt straks tegen onze wil. Tegen onze wil, en ik ben juridisch belanghebbende hierin, meegerukt. Tegen onze wil in. Kinderontvoering, kinderhandel. En ik laat het hier niet bij zitten. En dat is een belofte.
Een belofte aan iedereen die dit op zijn geweten heeft. Mijn kleindochter is 3,5 jaar. En die 3,5 jaar is ze nooit ziek geweest. 1 dagje oorpijn is ze voor behandeld door de dokter. 1 dagje in die 3,5 jaar tijd. En ik ga nu zeggen dat alles wat nu gaat gebeuren met mijn kleindochter, haar trauma, de terugval in haar ontwikkeling, de slaapproblemen die gaan komen, de angsten en waarschijnlijk PTSS bij een meisje van 3,5 jaar, wordt veroorzaakt door de medewerkers van jeugdzorg, rechtbank Midden-Nederland en de biologische vader. Zoals die zei in de rechtbank, het zal wel ingrijpend zijn, maar ik heb wel mijn omgang. Ik zal jullie vervolgen tot in het einde der dagen. Dat jullie weten donders goed hoe traumatiserend dit is. Jullie kennen de wetenschap, jullie negeren de wetenschap. Dit is niet oké. En dit is meer dan niet oké. Jullie gaan vandaag mijn kleindochter mishandelen. Bewust, intentioneel mishandelen. Jullie gaan vandaag bewust mijn kleindochter kapot maken emotioneel, onthechten. Weghalen uit een liefdevol gezin waar ze gedragen wordt, waarvan haar gehouden wordt. En nogmaals, mevrouw van Calveen, niet omdat ze mishandeld wordt en misbruikt en verwaarloosd wordt, maar mama was stout. En geloof me dat ik het hier niet bij laat zitten. Geloof me.